ik u van harte welkom heten. Mijn naam Han Noten, burgemeester van Das. En ik ben daarnaast de afgelopen 2 jaar voorzitter geweest van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Samen met Doekle Terpstra en Janneke Verveen mochten wij het proces van decentralisaties volgen binnen de gemeentes. De inclusieve stad is een geweldig ambitieus idee. En niemand van u weet hoe je het precies moet vormgeven. En als we dat nu als vertrekpunt nemen... Doen wat nodig is, dat is de titel van de publicatie die u al straks allemaal meekrijgt. En dat is een weergave van het project wat we afgelopen jaar gedaan hebben met 5 steden en 3 departementen. De essentie daarvan is dat eigenlijk die meest kwetsbare groep en dat het ondersteuningssysteem wat we gebouwd hebben voor hen niet toereikend is. En daar willen we ons vooral op concentreren. We hebben begin van het jaar aan de sociale teams gevraagd van kom nou eens met een aantal situaties, een aantal casussen waarvan je zegt dat zou toch eigenlijk anders moeten kunnen. Daar kunnen wij betere oplossingen voor bedenken, vaak ook nog goedkoper. Maar dat kan op een of andere manier niet. Hè. Of de regels staan het niet toe, of alle uitvoering bepalen, routines, werkprocessen, opdrachten, noem allemaal maar op. Maar wij zouden graag willen doen wat nodig is. Het is voortdurend zoeken, aanpassen, wat kom je tegen met zo'n enthousiast wijkteam, met anderen in de gemeentelijke organisatie, maar wel met een vast doel. Wij gaan het wat eenvoudiger en simpeler maken, ook voor die mensen die het uiteindelijk betreft en voor die werkers die daarmee op pad gestuurd worden. Mevrouw Kleinsma, toen u voor het eerst geconfronteerd werd met de vraag van de citydeal inclusieve stad, hoe enthousiast was u? Ik geloof dus enorm in het feit dat je op stadsniveau en eigenlijk ook op wijkniveau gewoon dat inclusieve beet moet pakken. Wat is nou de goede zorg van de toekomst? De essentie van die citydeal is voor mij dat er juist op lokaal niveau ook onschot wordt gedacht en gekeken. Hoe kunnen wij nou tot betere oplossingen komen in plaats van een kopie maken van de AWBZ of een kopie maken van de jeugdwet. Dat vind ik de essentie van die citydeals. En dat je het lerende effect van die citydeals is van laat je nou elke stad voor zichzelf uitvinden welke ruimte er moet zijn of ga je dat een beetje met elkaar doen. Handig. Dan ga ik even naar de wethouders toe. Want dat betekent eigenlijk wat de staatssecretaris hier zegt, dat op het moment dat je de verantwoordelijkheid hebt, je de verantwoordelijkheid hebt. Als we geld overhouden, dan heb ik vakbonden op mijn dak allemaal dat we te weinig uitgeven aan zorg. Hè? Want het zorgbudget moet geoormerkt zijn, hè? Dat moet er vooral niet aankomen. Als we geld tekort komen, dan heb ik een probleem met mijn wethouder van Financiën, want ja, ik ga over mijn budget heen. Terwijl volgens mij de essentiële vraag is, en ik zou daar veel meer naartoe willen gaan, en dan hebben we het dus niet meer over een budget voor hulp in de huishouding, of een budget voor jeugd, of een budget voor hulpmiddelen. Nee, dan gaat het over de kwaliteit van zorg. Krijgen de inwoners in Zaanstad, of in Utrecht, of in Leeuwarden, of in elke gemeente in Nederland de ondersteuning die nodig is? Iemand vraagt nu zorg. Dus dat betekent dat je die professional, dat oordeel van die professional op dit terrein, ja, relatief zwaarder weegt dan dat je alleen vanuit financiële sturing kan doen. Kijk, waar mensen die echt in de problemen zitten hartstikke veel behoefte aan hebben, is gewoon 1 naam en 1 rugnummer die je bij wijze van spreken 24 uur per dag kunt bellen. En die man of vrouw, die moet al die professionals kennen op deelterreinen. Zo werkt het in de praktijk echt het beste. De werkers straks in onze wijk in de 5 steden, die lopen tegen vraagstukken aan. En die kunnen bij de afdeling spoed bij de gemeente komen, namelijk bij de wethouder. Dat is 1 telefoontje in Menta. Maar nu moeten we ook de afdeling spoed hebben op het Rijk, want daar lopen we ook tegenaan. En kan dat dan ook gelijk de volgende dag worden geregeld? En dat is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Ik ben Rob Vroom, ik ben wijkcoach in Enschede in een prachtig mooie wijk, Patmansstadsveld. En ik heb die lef en ik ga daar met mijn gezinnen mee aan de slag. En ik probeer daarin te doen wat ik denk dat ik moet doen. En ik toets constant bij mijn klanten, zijn jullie nog blij met mij? Doe ik wat jullie verwachten van mij? En daarmee kun je volgens mij al heel veel voorkomen. Het is echt fantastisch, hè, die situatie, omdat je dan ook integraler denkt. En maar wat heel belangrijk wordt, is de bejegening. Als je door de hele decentralisaties kijkt en dat maatwerk geleverd moet worden en dat het rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, dat staat of valt met de wijze waarop gemeenten, wijkteams met die burgers in gesprek zijn. Geduld, dat is niet morgen helemaal perfect. We zijn op zoek naar een echt verandering van het systeem en daar hebben we tijd voor nodig. Gun elkaar ook een beetje die tijd. En 2, zorg dat er ook tussen die overheidslagen waar we het hier vandaag over hebben een route is waarbij ook elkaar weet te vinden daar waar het nodig is om aan knoppen te draaien. Laten we met elkaar vooral als partners samenwerken aan een goede samenleving waar de vraag van mensen centraal staat.
Alsjeblieft. U weet nu wat u moet doen. Ik ben Thijs Raders, directeur eigenaar van Springplank 040. Wij bieden werken en huisvesting aan voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Door de inclusieve stad, zeg maar, om daar kennis van deel te nemen, zoals ik vandaag heb mogen doen, denk ik dat ik meer inspiratie heb om nog meer de grenzen op te zoeken en de mogelijkheden op te zoeken voor onder andere ons soort kandidaat. Ik ben Marianne Oudenfriedrich en ik ben onderzoeker. Het was een mooie dag, er waren mooie sessies. Ik heb ook echt van de workshops genoten. En met name de laatste workshop vond ik heel erg leuk. Waarin ze voorbeelden gaven van hoe ze in Leeuwarden het proces hebben doorlopen om te kijken hoe je nou tot vereenvoudiging van de regels kan komen. Het hangt van de situatie af wat nodig is, maar iedereen moet zich melden bij de generalist. Ik ben Jan Bouwmeester, ik ben werkzaam bij de smederij van Hogeveen als gebiedsregisseur. We denken heel veel in vakjes en hokjes, maar ik heb hier meegekregen dat eigenlijk iedereen wel denkt van we moeten onze schotjes, onze vakjes weghalen, dat we gezamenlijk werken aan het probleem. Ik ben Renate Richters, ik ben wethouder voor zorg, welzijn en armoedebestrijding in de gemeente Eindhoven. Wij kunnen met z'n allen veel meer dan dat we denken. En als je maar goed naar je regels kijkt en goed met elkaar in overleg gaat, dan kun je voor inwoners hele goede dingen bereiken. Ik wens u heel veel succes en sterkte bij het al die opvattingen concreet te maken in de praktijk. Dank u wel.